Welkom dames en heren bij de nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Dit is aflevering 44 in deze geweldige reeks. En ik moet jullie zeggen, ik heb er zin in, want er zijn een hoop mensen die mijn park komen bezichtigen. En wat naar mij opvalt is dat mensen ook lekker op een bankje gaan zitten hier. Er zit hier iemand, huppakee. En ze hebben een babbeltje met elkaar. En één heeft zelfs een videocamera. Kijk dan joh. Die is gewoon keiharde filmpjes aan het maken. Misschien zit hij wat te vloggen. Wie is het eigenlijk? Even kijken, wie is het? Valjee. Ik ken die YouTuber niet. Maken we er even een andere van. Thomas. Thomas zit hier te filmen. Thomas heeft wat lange haar. En die zit zich voor aan het bereiden op de onrides waarschijnlijk. Nou, hier zit ook nog iemand op een bankje. Nou, die zit even... Heeft hij een wapen in zijn hand? Wat? Of heeft hij geld in zijn hand? Wat is het? Dennis. Dennis C. Wat heeft hij in zijn hand? Hij zegt... Ik wil meer attracties meemaken. Ga dan niet bij de ingang op een bankje zitten. Ik snap dat niet. Wow. Kijk deze DJ Tijger. En echt, het is echt enorm druk. Er zijn nu al 400 mensen in mijn park. En ik geloof dat hier in dit slagveld... Dat er slagveld, ik wel heel erg oorlog... ik denk dat in dit slagveld... Dat er al een stuk of 300 mensen lopen hier. Of 200. Want mensen gaan nog niet helemaal het park in. Ik zie wel een paar gaan door de Main Street hier. Nou ja, je kan hier nog niet zoveel doen. Er is nu natuurlijk een achtbaan. Mensen gaan er ook massaal in natuurlijk. En dat is de Launch Coaster. Laten we daar eens ingaan. Met z'n allen. Zo. En wat hebben we een lol. Voor die mensen. Wat is er een kind in? Oké. Okay. Nou, dit is wel een leuke baan zo, denk ik. Heeft nog wel wat afwerking nodig. En ondersteuning. Want ik loop nog niet. Oh, die knik was een beetje jammer, hè? Ik weet het. Kijk, ze zitten. Oh, dat kind ook. Die is echt helemaal bang van die attractie. Moet je kijken, joh. En die kijkt ook zo stoot. Prachtig. Ja, ik weet, de ingang ziet er nog niet zo heel mooi uit met die stenen binnenin. Maar het is in ieder geval goed dat de attractie volgens mij wel positief wordt beoordeeld. Ik ga eens kijken, wat heeft deze attractie... Hij zegt, Curving Castle is echt wel besteed geld. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij is de attractie gratis. Even kijken, wat loopt hier nog meer? Lopen hier wat entertainers rond? Ja, en wat bewakers, maar nog niet echt mensen. Dus ik mis eigenlijk op dit plein dat... We moeten nog wachten totdat ze hier naartoe komen. En natuurlijk hebben we hier nog andere vette attracties, zoals de monorail staat hier klaar. En we hebben hier nog een houten achtbaan die nog niet bereden is. Ik heb nog geen mensen ingezien. Misschien dat er wel mensen in zitten. Er rijdt sowieso maar één trein. Waarom maar één trein eigenlijk? Oké, dat snap ik even niet. Is er serieus maar één trein hier? Ik ga deze attractie even nakijken, want één trein is te weinig. Ik moet sowieso twee treinen gaan doen. Ja, het kan sowieso nog wel drie treinen, denk ik. Ik denk dat we deze langer kunnen maken zelfs. Zeven karretjes, twee treinen. Zo. Goed, dan kan ik even nakijken. Heeft die achtbaan ook wel een naam? Wagen voor houten achtbaan. Ik denk niet dat deze een naam heeft. Hoe gaan we deze noemen? De Woody Western. Ja. Zo, alles heeft een naam, dat is gewoon veel beter. Prima. Nou, dit is dus een deel. Wanneer komen de eerste bezoekers hier door deze poorten? Ik ga eens kijken, want volgens mij staan ze echt massaal hier in de rij. Ze hebben zelfs een rij gecreëerd voor deze attractie. Nou, het staat echt helemaal vol. En de rij is ook best wel... Ja, jeetje man, moet je kijken. Iedereen gaat in die achtbaan. Terwijl ik nog wel betere achtbanen weet... Of weet betere attracties dan... en dat is natuurlijk de wildwaterbaan hier. Maar echt serieus, het is hier zo dood. Ik denk dat hier zelfs een scène van de zombie-apocalypse film kan af laten spelen. Want hier is gewoon helemaal niks. Ik ga hier... deze hekjes ga ik even... Je hekkie! Verdomme, heb ik 40 jaar telefoon en ik heb nog van de hekkie. Nou, ik ga ze hekje plaatsen hier dan. Oh, dit is een andere muur. Ik heb een andere muur. Oh! Vrees niet. Ik verwijder het. Ik heb ongeluk verkeerd geklikt. Hekkie, waar is dan de hekkie? Is dit een muur? Nee, ik moet deze. En dan...
Oh, hij past precies. Alsof ik het wist. Hier zijn nog helemaal geen mensen. En wie loopt hier? Hier loopt een bewakertje rond. En hier een techneut. En echt waar, alsof hier geen attracties staan. Mensen, kom alsjeblieft verder in het park. Zitten er zelfs mensen in het reuzenrad? Volgens mij zelfs... Nee, volgens mij heeft nog niemand dit reuzenrad bezocht. Nee, helemaal niemand. Hij heeft zelfs een totale winst van min $5. Dus dat is gewoon de stroom die ik keihard betaal voor dit park. Ik zie kinderen hier. En die kinderen hollen. En die kinderen willen zeker... En mijn papa, ze hadden een druk gezin. En mama ging niet mee. Mama denkt van ja, ik blijf lekker thuis. Ik ga lekker stofzuigen, want nu zijn de kinderen weg. Huppakee, ga maar lekker met pap mee. En 4 kinderen. En ze rennen, zelfs die vader rent keihard naar die ingang van die reuzenrad. En hij is serieus nog eerder dan zijn kinderen in dat reuzenrad. Kijk hem rennen. Holy crap. En ze staan nu ook in de reuzenrad. En die kinderen mogen die er nog bij. Oh, daar komen ze pas. Gaan ze het redden? Kijk, ze rennen. Ik hoop dat ze het halen. Ze kunnen er toch wel bij, neem ik aan. Kom op, schiet op, kinderen. Kom op. Anders kan je niet bij papa mee. Hup. Nou, die gaat erin. Oh, die gaat serieus in een ander karretje. Nou, dan kan je niet bij papa. Maar dan kunnen de kinderen misschien wel bij elkaar. Dat zou wel heel tof zijn. Ze lopen gewoon echt niet door. Ik had trouwens voor mij ook de attractie moeten draaien. Dat ze niet het hele end moesten lopen. En als het goed is, moet die nou wel dicht gaan. Er kunnen dus 3 mensen per... Oh, daar zit iemand van het kind zit erbij. 4 mensen per karretje. Nou ja, hij rijdt nog niet, maar er komen nu aardig wat mensen. Het loopt nu best wel vol, dus ik denk dat er meer mensen verder komen. Ja, hier staat de entertainer. Die houdt heel de boel op natuurlijk. Nou, hartstikke leuk. Komen nog meer mensen deze kant op? Dat zou heel tof zijn. Echt joh, het staat hier helemaal vol bij mensen. Moet je... Kijk dan. Ze weten gewoon de weg niet meer. Er komen al die te entertainers. Ik verwijder ze. Hup. Ontslagen jij. Niet zoveel entertainers. Ontslagen. Huppakee. En deze teddy. Die zetten we vast. Op een plek. Even kijken. Ja, we kunnen niet echt een pad wijzen. Ah. De safari terrein. Gaat die ook goed? Er staat voor me ook een hele rij jongens en meisjes. Dit is toch fantastisch. Mensen staan te wachten hier. Even kijken hoor. Wat een drukte. Gelukkig rijden 2 treinen. En we kunnen best wel een ritje meemaken in deze aflevering. Ik heb gezegd dat ik meer onrijds ging doen. Oh! Even kijken hoor. Zo. En we wachten hier op de mensen die er in dit karretje gaan zitten. Even kijken hoor. Zo. En ze stappen in. Stap maar in hoor, Leo. Oh! Oké. Sorry. Die wenkbrauwen zijn er gewoon opgeplakt. Zie je dat? Hij heeft gewoon bijgetekend. Nou, de mensen stappen massaal in. En ik denk dat wij binnenkort wel gaan vertrekken. De trein gaat snel vol. Ja, er kunnen een hoop mensen trouwens in zo'n treintje. Moet je kijken, die rijden lekker door hoor. Zo, die... Ze rennen ook zo. Oh. Prachtig. Ja, we gaan vertrekken. Hij geeft een seintje. Huppakee. En dan gaan we met het treintje langs de eerste scène. Beetje een spookscène hier. Met vuur. En al die mensen kunnen genieten van het uitzicht. Nou, leuk zo. Politie's ook. Nou, wel beplanting. Eigenlijk weinig bosjes. Ik moet dat nog gaan aanpassen, want hier zie je wel weer bloemetjes en bosjes. En hier kom je langs een kasteelscène met Mickey. Ziet er ook wel gaaf uit. Nou, leuk. Ik vind het wel heel gaaf. Ook die boomstronk die ik erbij heb gevoegd. Maakt het toch wel één geheel. Heel apart. Wel leuk gedaan. Hier is ook heel weinig beplanting. Heel kaal nog. En hier komt natuurlijk het safari gedeelte, dus dat je eigenlijk de Jurassic Park idee krijgt. Kijk eens. En let op, de animatronics gaan beginnen als het goed is, als het karretje ergens bij een punt is. Kijk eens. Huppakee. Creepy hoor. Oh, en ik hoor een ontploffing. Oh shit. Dit is gaaf of niet? We komen langs het Wild West stadje. Leuk opgesteld zo. Met, oh, de bison staat in de lucht. Paardjes zien we. En we komen langs nog meer paardjes. En we gaan eigenlijk een rondje nu. Om wat tijd te rekken. Ik zie een melding. Ik hoor een melding. En wat is de melding? Waarom zie ik die melding niet meer? Oh, moet ik dit even terug. Achtbaan met verticale val heeft net een noodstop moeten maken. Serieus? Wat is er aan de hand? Holy crap, een noodstop.
die attractie, er zit niet eens iemand in en er moet nu al een noodstop maken. En echt serieus, zit er ook maar één karretje. Oh nee, daar zijn de karretjes. Een noodstop. Nou, ik ben benieuwd wat er aan de hand is met deze attractie. Maar de veiligheid begint al niet erg positief. Er gaat al een monteur hier naartoe. Nou, die hoeft natuurlijk niet te betalen. Die gaat er even aan sleutelen. Kijk eens, die gaat even naar het meterkastje. Huppakee. Leuk gedaan in dit met zo'n schroevendraaitje. Gaat hij dan kijken. Dat heb ik eigenlijk nooit echt in details gekeken. Want meestal was het gewoon bouwen. Ik ben ook echt een bouwer. Ik ben niet echt een speler ervan. Maar het is leuk. Ah, en hij is gerepareerd. Ik heb wel ook een naam noemen aan deze. En misschien noemen we deze gewoon even YOLO de Baron. Waarom niet? We noemen deze gewoon. Kijk hoor. Waar kon dat ook alweer? Ik vergeet het elke keer waar je die attractienaam kan aanpassen. Hier. Noemen wij hem Baron 1944. Oh, wat dat is een lelijk aantal. 1966. Dat vind ik een prachtig aantal. He, want zit je in de oorlog. Dat is ook niet helemaal fijn, want het is geen oorlogs... Nou, prima. Ik ben benieuwd. Wie zijn er? Oh, ze komen eindelijk bij het tweede plein terecht. Natuurlijk is het wel entertainer. En mensen gaan natuurlijk in de Woody Western. Kijk eens even. Een leuk gethematiseerde attractie. Kijk ook hoe ze gaan lopen door die attractie. Dat ziet er zo fantastisch uit, dit. Ja, dit vind ik fantastisch. Ik vind het pad wel lelijk. Dus dat moet ik eigenlijk aanpassen. Ik klik even op de Woody achtbaan. We kunnen dadelijk wel een ritje gaan maken met die mensen. Even kijken. Dan klikken we even op het pad. Dat ziet er zwart uit. Dus dat passen we even aan bruin ook. Dat het bruin terugkomt en het grijs. En dan maken we dit ook bruin. Zo. En dan gaan we gewoon eens in deze achtbaan. Oh. Hier wachten wij op de mensen komen. Oh. Zo, er zit een heel groot hoofd hier. Beetje een waterhoofd dit. Er komen nog meer mensen waarschijnlijk daar. Oh, die lopen. Ja, dat komt door die objecten. Excuus. Waaraan? Laten we even kijken in het andere treintje zit hier achterin. Dat is misschien leuk. Beetje naar voren. Kijk. Dit is gaaf. Dit is heel gaaf. Hand omhoog. Holy crap. Nou, dat vind ik zelf een prachtige layout. Ik vind het echt fantastisch. En dat mag ook wel. Ik mag wel een beetje trots zijn op zoiets natuurlijk, hè. Dat snappen jullie ook wel. Lalalala. Kijk, wat een mooi uitzicht dit, hè. Groot een mooie blok daar. Oh, de monorail komt er langs. Leuk. Oh, ze gillen dan. De gillen van vreugde. Ah, dit gaat lekker zo. Dit is echt een leuke layout, vind ik. Ik vind echt, ja, leef voor iets. En hier komen we bijna bij het einde. Gewoon een paar bochtjes, geloof ik, hierna. Nou, en dit was de rit. Super gaaf. Super gaaf, dit is fantastisch. Leuk om te zien dat de achtbaan ook helemaal in werking is. Kijk eens, oh, het begint steeds voller te zitten. Moet je kijken, die handjes. Die vrouw is net. Ze was niet eens naar beneden gegaan. Oké, heel tof. Nou, leuk dat die achtbaan goed gaat. We gaan eens kijken, want nu gaat het publiek naar achter toe. Dus dan heb je kans dat ze daar ook in de wildwaterbaan gaan. De wildwaterbaan. Volgens mij staan er wel bootjes bij het station. Ik betwijfel... Ja, oh, genoeg bootjes. Mooi zo. Dat is natuurlijk een hele lange track dit. En er gaat net een boot. Zitten al mensen in? Ik denk het niet. Natuurlijk niet. Dat komt zeker nog wel. Even kijken. Wat hebben we nog meer? Oh, kabouto. Kabouto-rit. Ik noem het weer kabouto-rit. Er zitten mensen in de tractor. Kijk hoe leuk. Kijk hoe schattig. Oh, wat gaaf. Kijk, ze zitten. Het is zo leuk om te zien. Woe! Kijk dan! En die mensen hebben het zo naar de zin. Ik vind het ook een prachtige attractie. Het is echt schitterend deze. Ik wil deze sowieso doen, want deze lampjes zien er zo mooi uit bij Mickey. Kijk eens. Ik zou nog wel even de attractie... Deze zou ik nog wel bosjes geven. Dat hadden we nog beloofd om wel iets te bouwen in een aflevering. Dus ik ga de bomen even disabelen. En hebben we hier wat bosjes? Kunnen we hier wat bosjes plaatsen? Ik denk de groene kleine struiken kunnen we een beetje neerzetten natuurlijk. Hier een beetje verspreiden. Zo. Hier nog een paar. In ieder geval iets meer bosjes hebben staan. Want het oogt echt wel beter hoor. En kijk ook al die poppetjes. Die allemaal door je park aan het benjeren zijn. We pakken deze ook trouwens. Dit kleine struikje.
Zo, wat variatie. En dadelijk kunnen we ook nog eventueel bloemen neerzetten hoor. Dat het ook op mooie oog nog. Zo. En je ziet al die kleine poppetjes, al die pixeltjes die je daar ziet, zijn allemaal mensen. En kijk ze eens door die Main Street heen gaan. Dat is zo gaaf. Oh, die hebben een ballon gekocht. Een krokodilballon. Ah, oh, het heeft niet gewerkt. Ik had namelijk ingesteld dat ze een Mickey Mouse ballon zouden krijgen. Maar dat heeft het dus niet gedaan op een of andere manier. Ik hoop wel dat ze nog ballonnen gaan kopen. Maar ik kon ook... Is dit een ballonkraam? Krokodilballonnen. Kraampje van de type synchroniseren. Ik weet niet waar ik dat kan doen. Nou ja, goed. Misschien kan ik het wel even proberen. Dan sla ik wel mijn spel op. Zo. Ja, opslaan alsjeblieft. Goed zo. Kijk, want we hebben hier een ballonnenkraampje. Hier, ballonnen. Gewoon random. En die plaatsen dan even in de Main Street. Is misschien wel handig. Heb ik daar een plek voor? Ja. Waarom kan ik hem niet bouwen? Oh, hè. En dan de ballonnen is dan... Ja, dit is een ballon natuurlijk. Ik kan voor mij geen type selecteren. Dat is jammer. Wel een kleur. Nou, dan doe ik gewoon een roze kleur. Misschien wel leuk. Prima. Nou mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar de video. Volgende keer gaan we kijken of mensen ook verder in het park komen. Want hier is nog helemaal niemand geweest. En ik ben toch wel benieuwd hoe ze in de attractie gaan. We gaan nog meer attracties gaan we in. Dus zeker weten. Tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering. Vergeet niet te abonneren en een like zou heel tof zijn. Doei doei!